Goedenavond, welkom bij het derde verslag van de Camel Trophy 1994. De route ging van Argentinië naar Paraguay, vervolgens weer terug in Argentinië, daar zijn we nu. En wij moeten daarheen, dat is Chili. We staan hier op een hoogte van 5000 meter in het Andesgebergte. Hoe we hier zijn gekomen, dat krijgt u te zien in het derde verslag van deze Camel Trophy. Op 16 april vertrokken de 18 teams vanaf de Iguazu-watervallen voor een 2500 kilometer lange tocht. We hebben inmiddels kunnen zien dat de route niet overal even gemakkelijk begaanbaar was. In de vorige uitzending heeft het hele konvooi vastgezeten in de bagger om uiteindelijk op weg te gaan naar de voet van het Andesgebergte, naar Salta. Voor het eerst kan iedereen lichamelijk uitrusten van de zware week die achter ze ligt. De route brengt ze langzaam steeds hoger het Andesgebergte in. De wegen waar ze over rijden zijn in het begin redelijk goed begaanbaar, maar hoe hoger ze komen, des te ruwer wordt het terrein. Er is voor deze route gekozen om via een zo soepel mogelijke stijging uiteindelijk naar 5000 meter hoogte te klimmen. Iedereen is gewaarschuwd voor hoogteziekte. Op de smalle wegen is het voor iedereen oppassen geblazen, zowel voor bestuurder als bijrijder. Het onvermijdelijke gebeurt. Het Scandinavische team komt in de problemen als ze op een modderig stuk bijna een 50 meter diep ravijn inglijden. Ik wil er langs rijden, Hans. Ja, heb ik probleem maken. Nou, twee strooien. Jammer waar is dat? Het konvooi schiet de hulp en binnen 4 minuten is iedereen weer onderweg. Maar een gewaarschuwd mens telt voor 2. Ook de Nederlanders vervolgen hun weg en Giel knijpt hem behoorlijk. De aanblik rechts naast zijn auto zint hem helemaal niet. De lampjes. Ik heb hem al weer. Ik ga gek weer. Nee, ik ben er wel serieus op hoor. Geef me ook op. Jij zit hier deze afgrond niet. Je zit aan de hoge kant en je weet niet wat je gebeurt. De avond valt als het konvooi uiteindelijk Salta bereikt, waar het kamp wordt opgeslagen. Er is dan 17 uur in één stuk gereden. Eén dag later staat er een belangrijke taak op het programma. De trophy zorgt er namelijk voor dat de gebieden waar ze doorheen moeten de komst van het konvooi positief ervaren. De trophy is meer dan het rijden over onherbergzame en bijna onbegaanbare paden. Alhoewel, die paden zijn wel bekend hoor. Nee, er wordt heel veel aandacht besteed aan het milieu. Een van de vuistregels binnen de trophy is de volgende. Als het kampement is geweest en er wordt de volgende dag vertrokken, dan dient het terrein er net zo uit te zien als dat we het de vorige avond hebben aangetroffen. En er wordt altijd wat aangeboden aan het gastland en in dit geval is dat Argentinië. Hier hoog in de bergen, in het Andesgebergte, we staan op bijna 3000 meter, wordt een researchcentrum gebouwd in samenwerking met de Universiteit van Salta. En dat doen de 18 teams. Die zijn daarvoor onderverdeeld in drie groepen van 12 mensen. En die gaan in 30 uur dat researchcentrum bouwen, dag en nacht. Dat is nu ongeveer 2 uur. De koperen ploert staat heel hoog en het is hier zo'n 34 graden. Maar vannacht, terwijl er gewoon wordt doorgewerkt, daalt het kwik tot onder de 0, min 5, min 6 graden. Zeer zwaar dus. Met name tijdens een opdracht als deze is het communiceren met elkaar van het grootste belang. Hoe kan je in godsnaam een huis bouwen in 30 uur? Ja, het is allemaal prefab, hè? Ik wil zeggen, ze hebben hem dus eerst helemaal opgebouwd op de universiteit. Daar hebben ze dus samen gekeken hoe ze het beste dingen in elkaar konden zetten. En daar hebben ze toen afgebroken, alle elementen uit elkaar genomen.
opgestapeld en genummerd. En die hebben ze hier klaargelegd. Nou, die hebben dus hier, nou, we zijn hier mee bezig om het allemaal bij elkaar te zetten. Alle nummers hebben we netjes aan elkaar schrijven. Dat is heel goed voorbereid, want we hadden dus de dingen klaar liggen. Alle nummers erop, we hebben een plattegrond. Waar exact op staat wat waar hoort. Nou, dat is, werkt heel eenvoudig eigenlijk. Vele handen maken licht werk en spoedig loopt de bouwer Jan voor op het oorspronkelijke schema. Om toegang te garanderen tijdens de regenperiode wordt er een brug voorbereid die, als dat nodig is, snel operationeel is. Well, this will be a research center for the University of Salta. We have many research projects that take place in this region, and having a center here will help the people in research to have a place where to stay while they collect, for instance, plants for phytogenetic resources, or they do projects on anthropology and archaeology. And we really appreciate the what Camel Trophy has done because it offers us a possibility that we haven't been able to do up to now to have this center. De aanwezige studenten konden direct aan de slag, met onderzoek althans. Want deze dame moet gedacht hebben, waar komt deze zeldzame houtsoort vandaan? Als het nacht wordt, is het direct duidelijk dat de 30 uur niet nodig zouden zijn geweest. Na precies 21 uur werken kon het Research Center overgedragen worden aan de universiteit, evenals een van de voertuigen, voor het vervoer van en naar Salta. De volgende dag gaan de teams vanuit Salta op weg naar alweer een mijlpaal in deze trofee. De klim naar 4985 meter, hoger dus dan de Mont Blanc. En vervolgens door naar de grens met Chili. En Hans in de aanloop naar de Andes al vaak met wat kleine probleempjes zien kampen. En ook nu zou spoedig de temperatuur in de auto gaan stijgen. Nadat de Zwitsers en de Amerikanen problemen hadden met het expansievat, was het nu de beurt in Holland. Wat doen? Die hier helemaal opengescheurd van deze kant. Ik hoop eigenlijk dat ze nog een extra vaatje in die auto hebben zitten. Ze hebben ze natuurlijk allemaal, ze hadden er twee extra. Ja, als ze hebben alles gerepareerd wat ze hadden, dus ik hoop dat ze gewoon een andere hebben. De Afrikanen hebben ze gewoon een nieuwe bij zich en een gerepareerde erin zitten. Oh ja? Ja. Gelukkig beschikt het konvooi over een riant uitgeruste servicewagen die in dit soort situaties uitkomst biedt. Workshop, kom eraan. Suspension. Waar is de elephant, man? Wat doen ze nou, jongens? Zitten een ambacker erop? En je wilt voor het escort zetten ze erop. En ja, het ding werkt hetzelfde. Precies hetzelfde. Alleen de bevestiging klopt nou niet, dus we moeten met een noodvoorziening dat ding even bevestigen. Van aantrekkende tuinreps en dan rijden we gewoon door. Krijgen we binnenkort. Na een stop van anderhalf uur kunnen de Hollanders hun weg vervolgen. De rit naar de wolken begint nu pas echt. Hans, heb je muziekje voor me? Hop jongen, even eens kijken. Wat hebben we? Kijk wat erin zit. Oh, Rita Allen. Rita Allen. Great. You can reach me by railway. You can reach me by trailway. You can reach me on an airplane. You can reach me with your mind. You can reach me by caravan, cross the desert like an airman. Hartslag zeg.
Simon. I don't care how you get here, just get here if you can. Op het dak van de wereld, voor Hans en Rob natuurlijk een hoogtepunt. Ja, letterlijk. Om nooit te vergeten, bekijk man, hier. 4895 meter. En dat zonder hoogteziekte, maar met een heleboel mankement aan de auto. Maar... En een hoge hartslag wel, met sneeuwballen gooien. Ja. Heb je het koud? Nee, het is heerlijk. Het konvooi daalt af richting San Antonio de los Cobres. Een rit die niet zonder gevaar is. Regelmatig is het ravijn naast de auto enkele honderden meters diep. Gaat het toch af en toe behoorlijk stijl naar beneden. Ik ga even kijken in de achteras. Ja, maar dat heb denk ik elke auto. Dat is gewoon de dekking van de weg. Als het gewoon een harde weg is, dan gaat het prima. Maar zodra het in spul oplicht, dan ben je een stukje minder bestuurbaar. Ja, en hier is vliegen hoor, omheen. Die kan ik hier niet doen. Het Nederlandse team heeft geluk dat ze rechts de wand inschieten. Links is er weinig om tegenaan te rijden. Met de schrik in de benen gaat het verder. Naarmate we lager komen, neemt ook de vegetatie weer toe en zien we uiteindelijk weer leven. Tevens vindt hier een unieke ontmoeting plaats met de Tren a las Nubes, de trein naar de wolken. 'S Werelds hoogste spoorlijn, die loopt van Salta naar de grens met Chili. De bouw van het traject begon in 1921 en duurde 27 jaar. In totaal passeert hij 29 bruggen en gaat door 21 tunnels. De spoorlijn begint in Salta op 1187 meter hoogte. Klimt dan over 4248 meter bij Chuquiyuqui en eindigt op de Socompa Pass op ongeveer 3800 meter. Steeds dichter komt het konvooi bij hun einddoel, Chili. Daar vinden straks de afsluitende special tasks plaats. Nederland moet erin nog flink aan de bak, want na de eerste serie staan ze pas op de 14e plaats. Vlak voor de grens is er een hergroepering op een van de vele zoutvlakten die op de route liggen. Voor de lokale bevolking een vorm van overleven. Zoutwinning is hun brood. Na een uiterst stoffige reis zijn we bovenaan de Socompa Pass gekomen. Dat is 3800 meter en dat is precies de grens tussen Argentinië en Chili. Die grens is eigenlijk gesloten, maar speciaal voor de Camel Trophy is hij open gegaan.